Een eerst zichtbaar resultaat van het banenplan is het bedrijf Dintec, gevestigd in een voormalige bunker. Fraai opgeknapt met overheidsgeld. Nou, wat je hier eigenlijk ziet is het voorste deel van de shelter. Hebben we ingericht als enerzijds een kantoor waar alle ontwerpers en ontwikkelaars zitten. Het gave wat je hier dus ook ziet, er zit heel veel duurzame technologie in. Maar je hebt ook nog heel veel karakteristieke elementen zoals de stalen deur die er nog in ligt. En de originele vloer met de karakteristieke beleiding. We zochten sowieso een heel inspirerende plek. We zijn een ontwerpbureau, dus we ontwerpen en ontwikkelen heel veel producten. Maar we willen ook graag maken en testen. Dit is daar een geweldige locatie voor. Nou, wat je hier eigenlijk ziet hierboven, hebben we kantoorruimte gemaakt. Dus wat aparte kantoorplekken. In hoeverre hebben jullie een landingsbaan nodig? Nou goed, wij als Dintec natuurlijk niet specifiek. Maar het kan wel fungeren als katalysator voor nieuwe activiteiten.